Sinds de vroege jaren 2010 is het fenomeen het gezicht contouren door middel van make-up enorm populair. Het internet en sociale media staat sinds dan vol met tutorials om door middel van make-up bepaalde gelaatstrekken te benadrukken of te verbergen. Het draait in feite om het creëren van schaduw en licht op het gezicht, om de illusie van een meer gedefinieerde botstructuur te geven. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van donkere poeders of crèmes, highlighters en soms ook blush. Als we even kijken naar deze voorbeelden, zie je dat het contouren door middel van make-up enorm dramatische effecten kan creëren. En dat allemaal zonder chirurgie. Maar nu, make-up is natuurlijk niet permanent. Je moet het elke dag aandoen en terug verwijderen. Wat een enorm tijdsrovend proces kan zijn in deze hectische maatschappij. Wel, er zijn waarschijnlijk wel mensen die elke dag contouren, maar ik denk dat voor de gemiddelde mens dramatisch contouren met make-up eerder een bezigheid is voor speciale events. Daarom ga ik jullie uitleggen hoe ik als cosmetisch arts injectables kan gebruiken om gezichten te contouren. Met als voordeel dat het meestal wel maanden aanhoudt en je ermee kan gaan slapen en opstaan. Ik ga me voor deze video voornamelijk toespitsen op de verschillende gezichtsvormen. En zeker als je een fan bent van make-up, dan weet je dat de gezichtsvorm vaak bepaalt waar je je blush zet en waar je het best highlighter en bronzer zet. Indien je van plan bent om te veranderen van kapsel, is gezichtsvorm bijvoorbeeld ook een belangrijke factor om mee rekening te houden. Je gezichtsvorm bepaalt welke contouringbehandelingen jouw gezicht het best zal accentueren, maar ook hoe je zal verouderen met de tijd. Je gezichtsvorm is het eerste wat mensen opvalt op grote afstand. Het weerspiegelt de balans en harmonie van je bovenste gezichtsveld tot je onderste gezichtsveld. Gezichtstypes worden bepaald door de verhouding van de lengte van je gezicht tot de breedte van je gezicht, oftewel de facial index. Het ideale vrouwelijke gezicht is idealiter 1,3 keer langer dan dat het breed is. Je kan daarom gezichten hebben met een evenwichtige verhouding ten opzichte van de breedte en hoogte, ook wel mesofaciaal genoemd. Je kan een langwerpig gezicht hebben, doligofaciaal, of een korter en breder gezicht, brachifaciaal. Daarnaast kijken we ook naar de breedte van het voorhoofd, jukbeenderen en kaaklijn en de positie en dichtheid van zacht weefsel. Al de gezichtsvormen waar je al van hebt gehoord, zoals ovaal, vierkant, lang, rond, hartvormig of diamant, komen voort uit deze metingen en verhoudingen. Een overvloed aan vetkussentjes en dikker zacht weefsel leidt vaak tot een rondere gezichtsvorm, terwijl minder zacht weefsel en vet leiden tot een smallere gezichtsvorm. Zo zie je duidelijk het verschil tussen Selena Gomez en Gisele Bündchen bijvoorbeeld. Wat ook nog belangrijk om te vermelden is, is dat alles wat typisch vrouwelijk is, zoals zachtere rondingen en zachte lijnen, we als mooi gaan beschouwen voor vrouwen. Terwijl we eerder bredere ondergezichten met scherpere hoeken en lijnen als aantrekkelijk beschouwen voor mannen. Ondanks dat zien we momenteel wel een trend van vrouwelijke schoonheid met hoekige en gedefinieerde lijnen, wat we kunnen zien in films, sociale media en de catwalk. Nog een andere factor in de aantrekkelijkheid van de gezichtsvorm is kenmerken die we associëren met jeugdigheid. In een vorige video heb ik de driehoek van de jeugd besproken, waarbij een kenmerk van de jeugd de driehoekvorm is met een smalle onderkant van het gezicht. Wat ik wel nog even wil benadrukken voor ik verder ga met deze video is dat ondanks de ovale gezichtsvorm in de eerste plaats als ideaal wordt beschouwd voor vrouwen en hartvormig en diamantvormig in de tweede plaats, dit niet wil zeggen dat we geen schoonheid kunnen vinden bij mensen met andere gezichtsvormen. Zo is Selena Gomez gekend om haar enorm rond gezicht, maar wordt ze wereldwijd als een supermooie vrouw beschouwd. Daarnaast is Gisele Bündchen haar gezicht iets te lang volgens de ratio van lengte tegenover breedte. Maar toch heeft zij een heel succesvolle carrière als topmodel gehad. Ik zal nu elke gezichtsvorm bespreken met zijn sterke en zwakke punten en hoe injectables gebruikt kunnen worden om de gezichtsvorm te verbeteren en gezichtsveroudering aan te pakken. Let wel dat we de gezichtsvorm niet per se moeten veranderen, maar we kunnen de structuur van het gezicht verbeteren. Bijvoorbeeld, als je een rond gezicht hebt, kan het worden behandeld om het iets meer ovaal te maken. En als je een vierkant gezicht hebt, dan kan je het iets minder vierkant maken. En zelfs als je een ovaal gezicht hebt dat niet veel definitie heeft, kan je het meer definitie geven door het meer hartvormig te maken. En wat ook mogelijk is, is het in balans brengen van je gezichtsvorm door het symmetrischer te maken. Toevoegen van definitie aan gezichten met weinig definitie en het verzachten van gezichten die hoekig zijn en veel definitie hebben. Laten we beginnen met de ronde gezichtsvorm. Voorbeelden van celebrities met een rond gezicht zijn Selena Gomez, Chrissy Teigen
en Drew Barrymore. Deze gezichtsvorm heeft zeer vloeiende lijnen en mensen met ronde gezichten hebben vaak veel zachtheid in hun gezicht en minder definitie, omdat ze overvloedig dik zacht weefsel hebben. Ronde gezichten zijn vaak even lang dan dat ze breed zijn, wat vaak de look van een babyface kan creëren. Nu, hoe gaan we ronde gezichten het best contouren door middel van fillers? Kinfillers zijn een must bij ronde gezichten, aangezien kinfillers kunnen zorgen voor een verlenging van de kin, waardoor het gezicht langer gaat lijken en het ronde gezicht meer ovaalvormig zal worden. We kunnen ook fillers in de jukbeender injecteren voor meer definitie te geven aan het gezicht. En als laatste kan het soms ook mooi zijn om bij patiënten met ronde gezichten spierontspanners, oftewel botox in de volksmond, te gebruiken in de masseterspier of kouspier. Dit gaat ervoor zorgen dat de masseterspier iets kleiner zal worden, waardoor de kaaklijn iets wordt versmald. En hierdoor kan je ook dichter komen bij een ovaal gezicht. Het probleem voor het ronde gezicht bij veroudering is dat, omdat er veel zacht weefsel is, dit de neiging heeft om te verzakken. Deze gezichtsvorm is dus heel vatbaar voor verzakking en het ronde gezicht zal meer vierkantig worden, aangezien het grote volume zal zakken naar de kaaklijn en de nek. En voor verjonging zijn de doelgebieden het middengezicht, waarbij de nadruk ligt op de laterale jukbeenderen, dus het laterale zygoma, om de gezichtscontour te herstellen. Voor verzakking in het pre-jowl gebied hier, kunnen we fillers injecteren in de kaaklijn voor lifting. En door het verlies in vet kunnen er ook holtes ontstaan onder de ogen, waardoor we de traangoten moeten opvullen. Het is ook zo dat mensen met een rond gezicht vaak grotere hoeveelheden filler nodig hebben dan gemiddeld, omdat je zojuist zoveel zacht weefsel hebt en er dus veel meer volume nodig is voordat je definitie ziet. Opgelet. Te veel filler in het middendeel van het gezicht is geen aanrader, want dit gaat er niet mooi natuurlijk uitzien. Zo zien we dat Chrissy Teigen te veel gevuld is in het middengebied. En dan gaan we het hebben over het vierkantige gezicht. Ik heb bijvoorbeeld een meer vierkantig gezicht. Bij het vierkant gezicht ga je eigenlijk een rechte verticale lijn kunnen trekken van de jukbeenderen naar de hoek van de kaaklijn. Hier zie je een aantal foto's van celebrities met een meer vierkantig gezicht. Maar nu, hoe gaan we deze gezichtsvorm contouren met fillers? Want dit is eigenlijk een aantrekkelijke gezichtsvorm voor mannen, maar veel minder voor vrouwen. Wat we eigenlijk willen creëren is een minder brede kaaklijn en meer volume op de jukbeenderen met fillers. Op die manier creëren we een vrouwelijkere gezichtsvorm waarbij er geen rechte lijn meer kan getekend worden tussen de jukbeenderen en de hoek van de kaaklijn. Vaak zijn de masseterspieren of de kouspieren vergroot bij mensen met een vierkantig gezicht. En dit kunnen we behandelen met spierontspanners om deze spier te verkleinen en de kaaklijn te versmallen. Kijk bijvoorbeeld eens naar Margot Robbie enkele jaar geleden en nu. We zien dat Margot nu een veel smaller gezicht heeft met een smallere kaaklijn en minder vetkussentjes. Hoewel veroudering kan bijdragen aan het verlies van vetkussentjes, lijkt het hier dat er meer aan de hand is. Het is waarschijnlijk dat Margot Robbie masseter botox heeft laten toepassen om haar kaaklijn te versmallen, in combinatie met een buccal fat removal operatie. Het vierkant gezicht en veroudering. Wat gebeurt er met het vierkante gezicht als deze veroudert? En hoe kunnen we het gezicht terug verjongen? Deze gezichtsvorm heeft een goede structuur aan de onderkant van het gezicht, waardoor we minder moeten herstellen met fillers daar. We gaan voor verjonging fillers eerder plaatsen in het middengezicht, voornamelijk de mediale en laterale delen van de wangen, aangezien deze gezichtsvorm vatbaar is voor verzakking. Soms kan het ook mooi zijn om de kin een beetje te verfijnen met fillers. En dan hebben we de hartvormige gezichtsvorm, welke wijd is aan de jukbeenderen en heel smal aan de kin. Deze gezichtsvorm wordt vaak als ideaal beschouwd voor een vrouw, naast de ovale gezichtsvorm, omdat deze smal is aan de onderkant, wat de vrouwelijkheid benadrukt, aangezien mannen vaak bredere en grotere ondergezichten hebben dan vrouwen. Nu, hoe kunnen we deze gezichtsvorm contouren door middel van fillers? Aangezien deze gezichtsvorm als idealer wordt beschouwd, gaan we deze minder contouren bij een jong gezicht. Het is wel altijd mogelijk om het onderste deel van het gezicht iets te versterken met kaaklijnfillers. Of indien de kin erg puntig of prominent is, kunnen we de fillers hier gebruiken om deze kin wat te verzachten. Veroudering van het hartvormige gezicht en hoe te verjongen. De sterkte van het hartvormige gezicht bij veroudering ligt erin dat ze een goede structuur hebben in het middengezicht. En aangezien het onderste gedeelte smal is, deze geen neiging tot verzakking hebben, zoals bijvoorbeeld de ronde gezichtsvorm. Voor verjonging is het goed om de wangen te behandelen en soms de kaaklijn te behandelen. En dan hebben we het diamantvormige gezicht, wat eigenlijk enorm lijkt op het hartvormige gezicht. Met het enige verschil dat diamantvormige gezichten een smaller voorhoofd hebben, waardoor het wanggebied nog net iets breder lijkt.
Op deze foto zie je celebrities met een hartvormig gezicht. En op deze foto zie je celebrities met een diamantvormig gezicht. Zie je het verschil? Deze gezichtsvorm gaan we hetzelfde behandelen als de hartvormige gezichtsvorm. Wel is het belangrijk om niet te veel filler te plaatsen in het laterale deel van de jukbeenderen, zodat je er zeker niet zal uitzien als de Maleficent. Het kan soms ook nodig zijn om de slapen te behandelen of het preauriculaire gebied, dus het gebied voor de oren, zodat het gezicht iets zachter kan tonen. En dan als voorlaatste gaan we de ovale gezichtsvorm bespreken. Dit is de gezichtsvorm die universeel erkend wordt als de mooiste gezichtsvorm, wegens de goede proporties en symmetrie. Omdat deze gezichtsvorm zeer evenredig is aan zowel het bovenste, middelste als onderste deel van het gezicht. En met het ouder worden gaat het ovale gezicht wel vierkant kunnen worden als de huid en het vet van het middengezicht zakken en ophopen in het onderste deel van het gezicht. Wat kan leiden tot verzakking en verlies van gezichtscontour? Indien we het gezicht willen verjongen, dan moeten we extra volume gaan toevoegen door middel van filler in het midden en laterale wangen en het gebied voor het oor, de preauriculaire gebieden en slapen om verzakking te voorkomen. Ook kunnen we de kaaklijn en kin behandelen om meer definitie te geven. En dan als laatste gezichtsvorm hebben we de lange gezichten. Deze gezichtsvormen lijken op ovale gezichtsvormen, maar zijn proportioneel langer dan ovale gezichten. Patiënten met deze gezichtsvorm kunnen voor meer balans te krijgen in hun gezicht baat hebben bij extra volume aan het laterale deel van het gezicht, om zo minder scherp en hoekig te lijken en meer te lijken op een ovale gezichtsvorm. Zo kunnen we bijvoorbeeld volume toevoegen aan de slapen en het gebied voor het oor, dus het preauriculaire gebied. En dan om deze video af te sluiten, wil ik even benadrukken dat het doel van injectables is om iemands natuurlijke schoonheid te versterken. En dus niet om iemand anders te maken. Zoals ik eerder heb aangetoond, kan schoonheid gevonden worden in alle gezichtsvormen. Maar in deze video wou ik gewoon wat info geven in hoe je de gezichtsvorm toch nog net iets kan verbeteren en hoe de gezichtsvormen verouderen en welke aanpak er hierbij nodig is om te verjongen. Elk gezicht vereist een persoonlijk plan, gemaakt op maat voor jou. En ik geloof niet in de cookie-cutter behandelingen waarbij hetzelfde wordt gedaan bij iedereen. Schoonheid is divers en zowel make-up als injectables zijn tools om deze te benadrukken. Indien je een consultatie en of behandeling bij me wil boeken, dan vind je de link hiervoor beneden in de beschrijving. Je kan ook mijn website bezoeken, drcontour.com, waar je een link vindt naar de website van mijn kliniek en een link naar mijn blog, waar je meer informatie vindt over adviezen voor cosmetische ingrepen en meer. Check ook zeker mijn sociale media kanalen voor meer informatie. Tot de volgende! Bye!